Yo Nintendo fans, welkom bij alweer de vierde aflevering van Nexomon. Deze game lijkt best wel op Pokémon. En vooral dan een beetje op de oude Pokémon games. Doe een duimpje omhoog als je dit vet vindt. En vergeet sowieso niet te abonneren en het belletje aan te zetten voor iedere dag Nintendo video's. En ik ben ondertussen... Ik wilde zeggen dat ik terug aan het gaan was naar het weeshuis waar ik vandaan kwam. En dat ben ik ook wel, maar er staat hier opeens een of andere guy op de brug. Wat is dit voor guy? Dit land is niks als mijn land. Waar kom je dan vandaan? Hij komt van de drakeneilanden. Zij jagen op tyrants. Oké, misschien kom ik ooit een keer jouw kant op, maar nu nog even niet. Ik heb nu een hele belangrijke andere taak. En dat is hier gaande. Ross die zegt, waarom moeten we hier alle vier helpen? Ik kan dat prima alleen. En waarom is Coco hier? Coco zegt, Rikachu kan niet praten. Wil je echt hem laten overleggen, onderhandelen met kidnappers? Ross zegt, onderhandelen? Laat me niet lachen. Ik ga ze gewoon slopen. Nora die vindt dat we iedereen veilig naar buiten moeten brengen. Ja, en dat vind ik ook wel. Ik vind het bizar. Hier komen wij dus vandaan, hè jongens. En wij hebben al onze maten achtergelaten, terwijl wij wisten dat het hier niet veilig was. Maar ja, alles voor de droom, hè. Alles om gewoon de beste tamer ooit te worden. Eens even kijken wat hier allemaal gaande is. Waar is iedereen? Hier is iemand. Jongens, ik ben terug voor jullie. En hij zegt, nee, jij bent het niet. Dat ben jij. Nee, ook het verkeerde kind. Dit is ook het kind niet. Ze zijn dus op zoek naar een kind. En ze zijn waarschijnlijk op zoek naar mij. Hallo, ik ben hier. Kom dan. Kom dan vechten. Kom maar met je outgrow. Je uitgroei. Ik ken nog steeds geen nieuwe aanval met Mara. Dat vind ik heel raar. Dus het is nu even tijd om te wisselen naar die Bombo. Fire Claw. Bam. Oké, dit is een waternexo. Dan gaan we weer terug wisselen naar Mara. Kijk, als jij gaat wisselen, ga ik ook wisselen. Deze is trouwens wel tof, jongen. Deze Scalder. Scalder is level 10. Dit vind ik wel een hele vette waternexomon. Maar ja, wij hebben in de vorige aflevering ook een hele vette waternexomon gevangen. En deze gaan wij eens even kapot maken, jongen. Hoppakee. Lekker. Die was wel cool. En dit is een spooknexo. Skerdy. Dat is de broer van Ferdy. Hey, Ferdy is lelijk, jongen. Fer, je broer is lelijk, vriend. Je broer is lelijk. Kom dan. Ik beledig je broer. Kom hier. Scaredy is kapot. En ja, daar is Outgrow weer terug. Zou ik dit kunnen? Met Mala? Ja, kijk, nog één klappie. Lekker, Mara. Hoppa. Nice. GG. Mara gaat naar level 11. Ga je nu nog steeds geen nieuwe aanval leren? Hoe lang duurt dit? De kindjes zeggen, je hebt ons gered. Je hebt ons gered. Dat was super. Geweldig. Oh, ja. En die gasten die zochten een specifiek kind. En Coco zegt, een specifiek kind? Dat is vreemd. We moeten eerst dat kind vinden voordat zij dat doen. Hallo? Ja, daar staat ook weer zo'n Henk. Hé, maar Ross is hier ook. Yo, Ross. Kun jij hem niet even aanpakken? Je had toch zo'n grote mond? Hij zegt inderdaad, kom dan, lafaard. En deze gast zegt, ga weg, stom kind. Je verspilt mijn tijd. Ross wil met hem vechten. Ja, dit gaat niet werken, hè. Zal ik me er even mee bemoeien? Bemoei je er even mee. Kijk, hoppakee, insluiten die handel. Dit is rust. Deze lijkt wel een beetje op Bestie Jodon. Oh, dit doet wel pijn trouwens. Die heeft wel een sterk aanvalletje. Kun je alsjeblieft even een beetje normaal doen? Hij gaat me kapot maken. Nee, hij gaat me niet kapot maken. Net niet. Kom op, raak hem. Lekker. Wow, Mara ging bijna kapot. Dit is nu Snush. Snush. Het is weer tijd voor die Bombo, jongens. Want dit is een gras nexootje. Oké, Snush die is wel sneller dan ik. Kijk hem gaan, jongen. Snush. Dat was het alweer. Ja, Larkito en Griff die krijgen dus geen XP. Misschien moet ik die even ook een item geven. Maar ik heb geen items meer over. En de kindjes zijn weer blij dat we ze gered hebben. En Ross die zegt, ja, ik ben inderdaad geweldig. Waarom krijgt Larkito geen XP? Oh, ik heb hem alleen een ding gegeven dat hij meer XP krijgt. Ja, maar deze, die moet even niet bij jou zijn, Larkito. Dat ding moet natuurlijk bij Mara zijn, omdat we Mara het meest gebruiken. Dus die moet meer XP krijgen. Dan gaan we nu naar links. Kunnen we hierin? Nee, daar kunnen we niet in. We kunnen nu wel hier naartoe. Ja, en nu kunnen we wel hier naar achter. Ja, oké. Nora! Hier staan twee van die droepies, jongen. En die hebben vier kindjes ingesloten. Ik vind het wel grappig dat deze guys, die zijn blijkbaar zo stoer, maar ze zijn toch ook weer bang van ons. Waarom zijn jullie zo bang? Maar jij hebt wel een toffe. Jij hebt een Pongo. Die ga ik even laten battelen tegen mijn Noki. Maar jij doet geen vuuraanval. Oh, ik weet niet of ik dit ga redden. Nee, dit ga ik niet redden met Noki. Oké, Ribombo, jij mag dit gaan doen. Double slash! Oké, nu tegen Lurkost. Oh, dit is geen goede aanval. Wat ga jij doen? Oké, het is ook geen goede aanval. Ga ik nu Fireclaw doen?
Hoppa, die is wel effectief. Lekker. Oeh, Resonic. Oh, snap. Er zijn echt wel gave designs, man, van die Nexomon. Trouwens, hij doet mij wel behoorlijk pijn. Mara, het is jouw beurt weer. Jeetje, wat heb jij een goede aanvallen. Wil je daar even mee stoppen? Oké, Grief, you're next. Lekker, hij mist mij. Palm Fury. Beam. Plasma Cannon. Nice. Kan je deze ook gelijk kapot maken, Griff? Oh, Griff is wel nice, man. Ik ga Griff voorlopig al houden in mijn teampie, hoor. Ja, en alweer alleen Lakito die geen XP krijgt. Dit is toch wel een probleempie. Ribombo gaat naar level 11. En we hebben de kindjes weer bevrijd. De kindjes van het weeshuis. Noren zegt, ja, dit is wel raar, hè? Ze zochten één speciaal kind. Maar wat gebeurt er? Naar welk kind waren ze nou op zoek, hè? Oké, wat gebeurt er? Oké. Een stem zegt, ik kan je zien, Rikachu. Je dacht dat je me kon bedriegen. Maar ik weet wat jij gaat doen. En ik zal het niet toestaan. Wow, je kent me niet, maar één dag zullen we elkaar ontmoeten. En dan weet je precies wie ik ben. Word maar bang, Rikachu. Yo, dit ziet er ziek uit. Kijk dan, dit is wel vet gemaakt, jongen. Eerlijk is eerlijk. Straks ga ik dit nog vetter vinden dan Pokémon. Oké, ik weet niet wat daarboven allemaal dus gebeurde, maar we gaan maar snel naar buiten. Oké, kan iemand mij uitleggen wat er zojuist allemaal is gebeurd? De mentor die zegt goed gedaan allemaal. Jullie worden vast hele goede tamers. Neem deze beloning, want het heeft geen zin om helemaal terug te lopen naar de stad. Nou, we hebben de quest gedaan. We hebben de orphanage, het weeshuis hebben we gered. We krijgen 500 muntjes, een wind nexotrap en een plant nexotrap. Waarmee we dus een wind en een plant nexomon makkelijker kunnen vangen. En Nora die zegt ja, maar ze waren op zoek naar één specifiek kind. En ja, we weten niet wie de target was inderdaad. Waarom denken ze gelijk dat ik het was? Nora? Waarom moet ik dat nou gelijk zijn? Iedereen kijkt ook naar Nora zo van, what the F? Waarom Rikachu? Ross die boeit het niet. Die zeggen, boeiend. Wie wilde iemand kidnappen die zo saai is als Rikachu? Nou, Ross en ik die worden geen vrienden, denk ik. Nora die zegt, ja, het is maar een gokje, maar ik had ze ingesloten. Ze waren aan het verliezen en wilden net wegrennen totdat Rikachu me kwam helpen. Toen beslisten ze pas dat ze gingen blijven en wilden vechten. Oké, slim opgemerkt. Ross die zegt, ja maar Rikachu die is zo saai. Ross, jij bent saai. Vind je dat ook? Doe een duimpje omhoog. Godverdorie. Oké. Nora zegt ook, hou je kop, Ross. De mentor zegt, nou, Nora, Ross, gaan jullie even naar Amelie toe om een verslag uit te brengen. En dan ga ik even praten met Rikachu. Oké, mentor, vertel het even. De mentor zegt, ja, Nora had gelijk. De kidnappers wilden jou hebben. Kom mee, Rikachu. Ik heb wat antwoorden voor je. Nou ja, daar zit ik wel op te wachten inderdaad, op antwoorden. Vertel eens even dan. Wat is hier gaande? Rick, jij slaat de tyrants waarschijnlijk niet hoog aan, toch? Maar wat als ik je zou vertellen dat er een goede tyrant bestaat? Eentje die het waard is om de koning van de monsters te worden. Nice. Er zijn verhalen over één zo'n wezen. En we noemen hem de tyrant van het licht. Oeh, ja, ik voel het al. Wij moeten de tyrant van het licht gaan vinden, hè? Heel veel tamers zoeken deze goede tyrant. En onder andere mijn ouders hebben dat gedaan. Nou, we krijgen iets wat in het kistje zit. Het is een reliquie van een tyrant. Je ouders hebben de tyrant nooit gevonden, maar ze hebben dit wel gevonden. En deze reliquie die is van de tyrant van het licht. Ik weet niet of het waar is, maar als de tyrants jou kwamen kidnappen, dan zou dit artefact, dit reliquie, dat zal wel de reden geweest zijn. Doe maar wat je wil ermee. Het is niet jouw taak om op zoek te gaan naar een wezen wat waarschijnlijk niet eens bestaat. Ja, nee, ik ga sowieso zoeken. Sowieso. En de mentor die gaat me helpen. We moeten hier waarschijnlijk naartoe. Ja, oké. En Coco die zegt, gaan we dit echt doen? Zo'n tyrant die bestaat niet hoor. We kunnen andere dingen doen in plaats van dit. Ja, zoals bijvoorbeeld eindelijk een keer mijn Larkito trainen. Alleen, die moet nu tegen een elektrische Nexomon. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Mijn Mara wordt ook gelijk gesloopt bijna joh, door deze Nexo. Doe eens normaal. Ik heb even een potion gebruikt hoor. Ik ga dit natuurlijk niet toelaten hè. Maak hem kapot, die Sunikyo. Hoppa, nice. En de volgende is Balloompa. Dit is gewoon een ballonnetje. Dit is gewoon de Drifloon van Nexomon. Dus even kijken of Tesseling dit aan kan. Want Tesseling is nog niet heel sterk. Maar heeft wel een sterke aanval. Maar hij heeft 41 HP, joh. Nee, die is nog te sterk. Die is namelijk level 12. Sterker dan elke Nexomon die ik heb, joh. Kom op, Ribombo. Laat je niet kisten door deze Nexo. Lekker, goed bezig. Deze Nexomon zijn te sterk. Ik word hier gewoon keihard kapot gemaakt, jongen. Kom op, kom op. Lekker, oké, cool. Die is weg. Ja, dan moet ik nu weer tegen die Balloompa. Misschien kan Griff dit dan toch doen.
Kijk, hij mist mijn Griff in ieder geval. Daar ben ik sowieso blij mee. Lekker! Oké, nog één klapje straks met Griff. Nice. Griff is een baas. Ja, ik raak steeds meer verbaasd over mijn Griff. Dat hij zo goed is. Oké, Mara gaat nu naar level 12. Gaan we nu eindelijk een nieuwe aanval leren, Mara? Ja, Focus Seed. Alleen daar hebben we niet zo heel veel aan. Het is namelijk niet echt een aanval. Noki gaat ook een level omhoog. Ah, deze vind ik wel echt vet. Deze Goose vind ik... Dit is echt een baas. Let's go. We hebben wel een critical op Goose. Hoppakee. Ah, hij heeft nog 1 HP over. Dat is balen. Oh my gosh. Hij geeft mij een klap, jongen. 14 HP eraf. Ik raak hem ook gewoon... Ja, nu weer wel. Lekker gedaan, Mara. Ik was even bang dat je dit niet ging overleven. Wat is dit? Een Durtails? Oh, jongens. Doe mij eens niet zo'n pijn. Ik ben alweer bijna door mijn potions heen, joh. Jeetje, dit is gewoon Licky-Licky, man. Pak die Licky-Licky. Oh man, die geeft veel te harde klappen. Dit is zo niet cool. Kan ik dit overleven met Mara? Kom op, overleef het lekker. Kan ik van jou ook een klap overleven? Nice. Nou, dan gaan we nog maar een potion gebruiken. Oh, ja, deze is kapot. En deze is ook kapot. Wow. Hij heeft er nog één. Ja, nu moet ik wel gaan wisselen. Ik heb namelijk geen uithoudingsvermogen meer. Oké, Griff. Jij mag het weer gaan doen, jongen. Let's go. Palm Fury. Oeh, ik ben wel iets te langzaam, denk ik. Ja. Switchen we nu even naar Rip Bombo. Ah, hij mist mij. Daar hou ik van. Oeh, dit is wel een keiharde critical. Ik hoop dat Rip Bombo nog 1 keer kan aanvallen. Ja, nice. Lekker. Het is echt moeilijk. Het is serieus moeilijk. Het is echt moeilijker dan Pokémon, jongens, dit. Ik overleef het elke keer echt maar net. Oeh, wat is dit voor eng bos? De mentor zegt, ja, dit reliquietje, ik weet niet wat het is, maar... Je ouders waren ervan overtuigd dat het verbonden is met de Tyrant van het Licht. We moeten een psychic persoon gaan zoeken. En die woont in de Immortal Citadel hier naar het oosten toe. En dan zal je de geheimen gaan vinden. Oké, bedankt. Oh, je gaat er ook nu gelijk vandoor? Ja. Top, dit. The Haunted Woods. Oh, nee. Wil je je toekomst laten lezen? Oké, is goed. Een grote, boosaardige tyrant. En nog één. En nog één. Dat zijn... Dat zijn een hoop tyrants. Oké, nou, bedankt voor je info. Wow, dit is Loom. Loom is super cool. Dit was ook een van die starters. Deze is ook ultra rare. Ik heb nu even Noki nodig, denk ik. Oh, nee, dit doet zoveel pijn. Noki is echt nog te zwak. Dan maar Griff. Jeetje, hoeveel pijn doe je mij? Mag ik ook iets terug doen of wat? Kijk hier, die Loom die sloopt al mijn Nexomon. Hoe ben jij zo sterk, joh? Dat is niet normaal. Oké, deze Loom moet ik hebben, jongens. Let's go. Nog 1 klap hier, die Bombo. Oh, maar die Bombo gaat ook kapot, jongens. Ah! Ik heb een Fire Nexo Trap. Laten we die Fire Nexo Trap gaan gooien, jongens. Let's go, let's go, let's go. Hopelijk gaat hij erin. Want ik vind dit... Nee! Nee, hij gaat er niet in. Nou, dan maar in een normale Nexo Trap, denk ik. Let's go, kom op, Loom. Kom op, kom. Nee, ik wil deze Ultra Rare sowieso vangen. Wacht, misschien moet ik hem feeden. Een Perfect Berry. Let's go. Geen enkele Nexomon kan dit weerstaan. Oké. Hopelijk gaat het nu lukken. Ik moet deze toch hebben, jongens. Ik moet deze gewoon hebben. Ja, nice. Dus dit is ook weer een van die starters. Dit is Loom. Dit is een ultra zeldzame Nexomon. Ja, eigenlijk moet hij dus in de plek van Ribombo. Maar ik ga hem nu even in de plek van Larkito doen. Want Larkito is echt nog maar level 7. Dus dat gaat sowieso niet meer werken. En Loom komt bij het team. Ik dacht dat hier allemaal Psychic Nexomon zouden zitten, joh. Of Spook Nexomon natuurlijk. Maar ik had Loom daar niet verwacht. Eigenlijk wil ik Loom nu gewoon gaan gebruiken, hè. Gewoon even uittesten. Maar wat zit hier nog meer, joh? Dit is een Rap-Pup. Nou, die vind ik niet heel tof, als ik heel eerlijk ben. Oké, wat doe jij voor aanval? Ik slaap. Lekker dit. Oh, nu wordt mijn Loom gewoon gesloopt op deze manier of zo. Kunnen we vluchten? We kunnen vluchten. Nou, tot zover Loom, want hij slaapt. Battle met een trainer, dus deze kunnen we niet vangen. Bullet Seed is effective. Lekker, oh my god. En ik krijg ook een critical bovenop mijn bakkes, jongen. Waarom zijn jullie allemaal zo sterk? Oké dan. Dag, Mara. Ik moet echt even gaan trainen, denk ik, of zo, man. Jeetje, ik word kapot gemaakt. Oh, kijk, wacht even. Vuur Nexomon doen het goed tegen Spook Nexomon. Dus ik moet eigenlijk inderdaad dus gewoon Loom gaan gebruiken. Of die Bombo. Want ik heb het gevoel dat Mara hier niet echt de beste optie voor is. Kijk, die Ribombo, die maakt ze even helemaal kapot, joh. Kijk hem gaan, man.
Geen probleem voor die Bombo. Ik moet echt even die types uit mijn hoofd gaan leren. Wat effectief is tegen wat? Let's go to the healing steen. Oh, en hier is een huis. Trouwens, wat heb jij voor mij te doen? Help me. Zonder jouw hulp zal ik nooit rusten. Wat heb je nodig? Ik moet zijn browsergeschiedenis wissen van zijn computer. Oh shit. Oké, is helemaal goed. Ik ga jouw browserhistorie verwijderen als ik het tegenkom. Ik dacht misschien is dit zijn huis. Maar blijkbaar niet. Hier ligt wel een kist. Wat is dit voor kist? Een greed wallet? Oftewel een gierige portemonnee. Wat moet ik daar nou weer mee? Ik krijg hier 10% meer muntjes van. Dat is lekker. Oké, we gaan nu eerst eens eventjes... Ik denk toch even Loom op de eerste plek zetten. Want ik wil Loom gewoon gaan testen. Wow, dit lijkt echt op een Pokémon. Ik weet niet zo goed even uit mijn hoofd welke Pokémon. Maar dit is gewoon een dromenvanger. En hier krijg ik echt wel Pokémon vibes bij. Laat me jou gewoon even vangen, joh. Ik ga je niet gebruiken, want ik vind je niet heel cool. Maar ik ga gewoon proberen alle Nexomon te vangen die ik tegenkom. Ja, lekker. We hebben Drever. Ah, maar deze is stom. Deze gaan we niet gebruiken. Oh, we worden... Nee. We gaan toch niet battelen nu. We gaan nu toch niet battelen. Oh, wat is dit? Hallo? Gaat het? Ga van me af, jullie stomme tamers. Oh, wauw. Oké, gewoon nog een keer. Ja, lekker dit. Dit is de postbode. Die zegt, waarom stopten jullie de dief niet? Ja, de dief... wat heeft die dief meegenomen dan? Een brief. Moeten we nou serieus de brief van de dief gaan zoeken? Ja, oké, we krijgen er allemaal goede shit voor. Dus beter wel. Oh, kijk, we zijn in de stad. Oh my gosh, ik zie een spook. Dus ik zie heel veel spoken trouwens. Volgens mij is het niet echt heel erg goed gegaan hier in deze stad. Dit is de Immortal Citadel. Oh, was dit de plek waar ik dan mijn steentje moest laten onderzoeken? In deze stad zijn jaren, eeuwen geleden de mensen van deze stad naar schimmen betoverd door een heks. Dus die vloek die is nooit weggegaan, dus er zijn hier nog heel veel van die schimmen. De meesten zijn er gewend aan geraakt en leven nog steeds een normaal leven. En anderen die zijn helemaal gestoord geworden. What up, geesten? In de volgende aflevering ga ik jullie even aan de gevoelige snaar, tand, aap uit de mouw. Kat uit de boom. Ik ga jullie gewoon interviewen. Doe een duimpje omhoog als je dat wil zien. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor iedere dag nieuwe Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/wicketune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!